ex-Gelredome-directeur Jasper van Amstel stond vandaag terecht bij een proforma-zitting op het Paleis van Justitie in Arnhem. Hij kwam de zaal binnen en hij was zeer terneergeslagen. Het was een schim van de man die we kenden uit de media. Aanwezig waren ook de zus van het slachtoffer en een broer, die beide zeer geëmotioneerd de rechtszaak bijwoonden. De leden van de rechtbank, meneer van Amstel, staat terecht op verdenking van moord. En als dat niet bewezen kan worden, wordt hem doodslag verweten. Verdenking is dat meneer van Amstel op 29 november 2011 in Arnhem opzettelijk en met voorbedachte raden zijn echtgenote op het leven heeft gebracht. Dat is gebeurd door haar met een honkbalknuppel meerdere malen op het hoofd te slaan. En vervolgens heeft hij ook een kussen gepakt en het op haar hoofd gedrukt en gedrukt gehouden. Als gevolg van die handelingen is mijn nog dezelfde dag overleden. Leden van de rechtbank, het politieonderzoek is inmiddels gereed. Inmiddels zijn vlak voor de zitting ook de rapportages van de psychiater en de psycholoog verspreid. En de verdediging beschikt daar inmiddels ook over. Het wachten is nu op het eindrapport van het NFI. Op dit moment vindt nog neuropathologisch onderzoek plaats. En ik heb vanochtend van het NFI begrepen dat de patholoog het rapport uiterlijk op 28 april van dit jaar gereed zal hebben. De planning van deze zaak is, en die is ook afgestemd met de verhinderdata van de raadszaal met uw rechtbank als volgt, dat op 8 mei 2012 om 13:30 een tweede proforma-zitting zal plaatsvinden en dat de inhoudelijke behandeling is voorzien op 21 juni 2012 om 13:30 en daar is dan de hele middag voor ingeruimd. Ik verzoek u om die redenen dan ook de behandeling van de zaak te schorsen voor bepaalde tijd en wel tot aan de eerstvolgende proforma-zitting 8 mei om 13:30. De advocaat van de kinderen heeft gevraagd om het achter gesloten deuren te behandelen. Daar heeft het Openbaar Ministerie niet voor gekozen. Waarom niet? Wij vinden dat het een zaak is die in de openbaarheid moet worden behandeld. Het heeft een grote impact op de samenleving. Ja, en er is niets wat ervoor zou moeten zorgen dat achter gesloten deuren gebeurt. We begrijpen best dat het voor de kinderen van het slachtoffer, van hun moeder, het heel vreselijk is dat dit allemaal naar buiten komt. Maar dat is een ander belang en wij vinden dat een ondergeschikter belang dan dat men in de samenleving kan controleren dat wat in de zittingszaal gebeurt, dat dat op een juiste wijze gebeurt en dat het requisitoor in het openbaar is en dat ook het vonnis in het openbaar is. Er zijn onderzoeken naar de psyche van meneer gedaan, er zijn er twee rapporten van klaar. Er is nog een derde onderzoek, dat zal eind april klaar zijn, dan is 8 mei de volgende zitting, maar ook dat zal een proforma zitting zijn, omdat pas 21 juni de inhoudelijke behandeling is. Dus 21 juni is daadwerkelijk ook een vonnis of dat weer niet? De zitting zelf, de bedoeling is dat op 21 juni de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, maar over alles spreekt. En als er geen andere dingen gebeuren, dan in principe zal 14 dagen later het vonnis worden gewezen.